hier bij mijn Harry de Bruin. Harry de Bruin is van... Medebroeder van de MC, met medebroeder van Theo. Ik ben de MC, congregatie missionaris van het Heilig Hart. Ik ben huisgenoot van Theo. Wij wonen samen op de Gorkestraat 113. Waar ook daarbij, het woonhuis is ook een project achter in de tuin voor geestelijk... psychisch zwakkere mensen die wij daar opvangen. Vandaar dat we ook daar met tweeën wonen. En dat is ook een van de redenen, dat doen we al 22 jaar, een van de redenen dat Theo geridderd is vandaag. Dus jullie doen er samen, dus al 22 jaar die opvang? Dat doen we, dat gebeurt al 22 jaar, maar we wonen er geen 22 jaar. Er hebben ook nog, het is ook nog een vluchtelingenhuis geweest. Met de, wij zitten achter, dat dus was een voormalige garage, is verbouwd tot... tot op verblijf voor gewoon met het toilet en de keuken. En dat is 22 jaar. Dus. Waar is het initiatief van afgekomen om die onderscheiding aan meneer Twierik te geven? Dat komt van de heer Hoefnagels. Die is ermee begonnen. Die is over begonnen eigenlijk. Die vond dat, dat na 22 jaar, het onderhand wel eens tijd werd, dat de religieuze ook eens een keertje positief in daglicht werd gesteld. En niet alleen maar negatief met de tegenwoordige troubles die links en rechts... niet alleen bij de religieuze, maar over heel de wereld gaan. Dus hij wou er eens een keer een positief verhaal tegenover zetten. Dat was eigenlijk een van de redenen. Van... maar die heeft het heel opgenomen. Die werkt ook als vrijwilliger, die meneer Hoefnagels, achter bij ons in het project van de huiskamerproject noemen we dat. Theo Twierik is de pastor van de Surinaamse gemeenschap in Tilburg. En behoort tot de werkgroep Christelijke Surinamers. En daar zijn wij lid van die werkgroep. En daarnaast is de werkgroep ook verbonden aan koor Pramissie, dat het Surinaams koor. Dus dat is één. Meneer Twierik, hartelijk gefeliciteerd met die onderscheiding. En ik denk namens heel de bevolking van Megestel. Dank u wel. Wat is daar uw eerste reactie op die onderscheiding? Ja, het is uiteraard een complete, nou, verrassing is het niet helemaal, want ik had een paar weken had ik al een stil vermoeden, want mijn huisgenoot zei en de overbuurvrouw, ik moest deze dag vrijhouden. Dus, en ik vanuit de Surinaamse gemeenschap had ze gezegd dat ik een afspraak had met de ambtenaar van de, op de gemeentehuis op 24 april. Toen denk ik, hier klopt iets niet, dus ik wist er iets van, maar toch, het is een bijzondere gebeurtenis, ja. Sjan, was u op de hoogte van de onderscheiding van meneer Twierik? Officieel niet, nee. Nee, ook pas sinds kort. Maar ja, zo'n aanvraag is niet van vandaag of morgen natuurlijk. Daar gaat een hele tijd overheen. En wij zijn als parochie gevraagd om die aanvraag te ondersteunen in, ja, toen de aanvraag gedaan werd. En dat hebben we natuurlijk gedaan. Dus de aanvraag is gedaan door een organisatie uit Tilburg van, de huis, van het huiskamerproject van Theo. En daar zijn meer instellingen hier, het MSC en meer dingen uit Tilburg waar Theo uitdrukkelijk voor, bij betrokken is. Corrie, jouw kinderen, jij wist al heel lang. Nee, absoluut niet. Nee, ik kreeg een berichtje. Gewoon via internet. Ik kreeg een berichtje, een geheim, vertrouwelijk. En toen dacht ik, ja, dat heeft hij verdiend. Ik sta er vierkant achter. Ja, heeft hij verdiend. Even een andere vraag, mist hem? Ja, natuurlijk. Ja, ik mis hem, echt. De diepgang die hij had.
En we gingen elke zondag, als hij goed gepreekt had, ja, dan ging hij echt naar huis en dan kon hij weer tegen. Ja, dat mis ik wel. De diepgang, die mis ik. Echt. En Theo mis ik ook.